Zo, les voor vandaag. Herhaling van getallen. Dus je zet de getallen altijd verder. Maar je moet goed zien welk sprong het er gemaakt wordt. Hier is dat van 10, hier van 50. Goed kijken. Maar soms moet je ook terugtellen. Van 911 naar 909. Dus altijd min 2 en zo verder. Ook hier hetzelfde systeem. De rijtjes verder zetten. Maar soms zit er een patroon in. Bijvoorbeeld hier heb je 140 naar 130. Dat is min 10. Van 130 naar 220 is plus 90. Dan doe je terug min 10 plus 90, min 10 plus 90. Dus je moet het patroon eigenlijk verder zetten. Oefening 3, daar zet je een streepje door, moet je niet maken. Dan hebben we hier het uh, inschrijven in het rooster. Dus dat er hier staat 1 duizendtal, je schrijft dat in dat rooster en het getalletje daarnaast nog eens terugschrijven. Uh, goed kijken, 800 tallen, 5 tientallen. Bij de eenheden moet er natuurlijk ook nog een getalletje komen. Hè. En dan hebben we hier de spin, daar moet je niet alles van maken. Daar maak je vooral deze van, 5 keer en 10 keer. Bij hier 600 is, doe je 2 keer, 6 keer en 10 keer. Van deze oefening maak je de helft van 500, het dubbel van 75 en 6 keer 50. En dan van het roze kadertje maak je 900, is 3 keer dit en de deze. 6 helemaal, dat is afronden. Uh, tot op het tiental of tot op het honderdtal. Denk eraan, tiental eindigt altijd met een nul, en een honderdtal eindigt altijd met twee nullen. Of meer natuurlijk. Hè? En dan het laatste, de laatste oefening, is even en oneven getallen. Dus hier moet je een even getal maken. Een even getal eindigt op 0, 2, 4, 6, 8. En een oneven getal eindigt op 1, 3, 5, 7 of 9 dus je moet het grootste evengetal maken dat je kunt maken met de cijfers 4, 9 en 6. Wat is het grootste evencijfer? Hier het grootste onevengetal dat je kunt maken met de cijfers 5, 7 en 8. Voilà, veel succes.